De meimaand verliep zonnig, warm en vrij droog. Heracles beleefde op de laatste competitiedag een zware tegenvaller. Degradatie naar de keukenkampioendivisie. Bestuurlijk ging het ook niet van een leien dakje. Technisch directeur Tim Gillissen en clubvoorzitter Hans Bredewoud traden na de degradatie af. Nico-Jan Hoogma keerde terug in Erve Assito. Voor het nieuwe theaterstuk van Katoen en Water werden audities gehouden. De belangstelling was groot. Het is wel een hele mooie verhaallijn, want Bertus is een oudere man die zijn geliefde al heeft moeten begraven. En haar enorm mist, maar terugkijkt en probeert alle herinneringen weer helder te maken. Om die weer voor zich te halen, gewoon puur uit liefde. Eindelijk weer. Wij zijn blij en gelukkig dat het weer kan. Vanwege een bijzondere kranslegging werd het bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein opgeknapt. Op bevrijdingsdag genoten Almeloers van een vrijheidsmaaltijd. How is it for you to be in Holland again? Well, it's always a wonderful experience. Yes. Always. Yes, I always look forward to arriving here and we always go back with wonderful thoughts of what has happened to us. Tevreden over het aantal mensen dat gekomen is? Kijk, het probleem is nog steeds dat 5 mei is geen landelijke vrije dag. En dat zou het eigenlijk moeten zijn. Goed, er zijn mensen die werken, maar we hebben hier toch, als je net achter ons zag, hebben we toch een man of 45, 50 te zitten. Nou, dat is netjes. Het bevrijdingsvuur kwam vanuit Wageningen aan in Almelo. Onder begeleiding van de Oostvaarders werd het aangestoken. Het Nederlands kampioenschap jeugdschaken vond plaats in de ISPA. Aan de Bella Vista straat wordt een nieuwe moskee gebouwd. En wij hopen dat we volgend jaar in gebruik kunnen nemen. Wij maken bouwen meer dan een moskee, dat kan ik jullie wel verzekeren. Kijk, voor sociaal, cultureel, maatschappelijke activiteiten, voor heel Almelo, kunnen we hier terecht. Het supporterscafé BCA kreeg te maken met een uitslaande brand. Wooncomplex De Theresiahof werd volledig gerenoveerd. In mei was de heropening. Bewoners, jullie bepalen of een pand leeft, of het sfeer heeft. En of je het met elkaar goed doet en mooi doet. Ja, jullie vinden het waar. Ik vind het ook. Ik kon naar vuil toen ik hier binnenkwam. Ik dacht, dat zit goed hier. Dat zit hier goed. En dat is natuurlijk prachtig. Bewoners zijn heel erg tevreden. Ik heb deze afgelopen weken de mooiste complimenten gehad van ik zie het per dag mooi worden en het was al zo mooi. En gisteren zei een bewoner tegen mij van ik heb echt het gevoel dat ik in een hotel leef. Als eerbetoon aan de medewerkers van ZGT werd het corona gedenkmonument onthuld. Het beeld werd gemaakt door kunstenares Frida Waanders. Frida Waanders, hoe is dit tot stand gekomen? Het ontwerp bedoel je met name, het beeld, ja.
Ja, dat is eigenlijk stukje bij beetje in mijn hoofd ontstaan naar aanleiding van de vraag van de ziekenhuizen waar het symbool voor moest staan, waar het voor bestemd was en de waardes die het mee moest krijgen. En dan, dan vormt zich dat en dan is er een bepaald gevoel komt erbij en dat vertaal ik dan vervolgens in een 3D-ontwerp. En daarmee ben ik dus naar de presentatie gegaan in de ziekenhuizen en dat is dus uitgekozen om uit te mogen voeren. Dus. Kaliber Kunstenschool organiseerde de Broken Brasdag. Het was een dag vol workshops voor blazers. We proberen eigenlijk iets te doen wat de meeste blazers niet gewend zijn, namelijk zonder bladmuziek spelen en improviseren en echt je oren gebruiken in plaats van de hele tijd in een partij gedoken te zitten. Dus we proberen echt vanuit de musicaliteit dat te gaan aanpakken. En dat is voor eigenlijk iedereen nieuw. Of je nou net begonnen bent of al 10 jaar speelt. In Adorp valt na 10 jaar het doek voor de avondvierdaagse. De organisatie hoopt dat iemand anders het stokje overneemt. Aan de ene kant willen we het graag afronden, omdat we 10 jaar samen gewoon met heel veel plezier hebben gedaan. En eigenlijk ook wel toe zijn aan weer nieuwe dingen, andere dingen. En ook veranderingen willen gaan genieten. Maar aan de andere kant ook met weemoed, want het is zo'n mooie saamhorigheid. En zo mooi voor de dorpsbewoners om dit mee te maken. En omdat wij dat ook met elkaar gewoon hebben gedaan. Dat geeft een heel dubbel gevoel. Ja. Bij de Euregio Kano Rally vertrokken 15 kanoers voor de reis van Almelo naar Noordhoorn. Uit solidariteit voor Oekraïne werd door de ambassade van Vrede een stiltekring gevormd. Ja, het is een landelijke actie die ondersteund wordt door Pax, door de Vredesbeweging. En er zijn tientallen plekken in Nederland waar ze op een hele bescheiden manier stilstaan tegen de oorlog en voor de vrede. De eerste besluitvormende raad na de verkiezingen vond plaats. Marcel Middelkamp van de PvdA diende gelijk een motie in. Als je raadslid wordt als nieuw, kun je niet zomaar zeggen, oh, ik ga even lekker half jaar rustig aandoen. Want er zijn belangrijke besluiten, zijn al de tafel gepasseerd. En dan mis je een kans. En dat, dus ik moest wel ingrijpen. Ja, als je ergens voor staat, dan moet je daar wel... Er was wel een stukje onrecht wat ik probeerde recht te zetten, maar ik kreeg nog niemand mee. Op Hemelvaartsdag werd de traditionele boekenmarkt gehouden. Het was gezellig druk bij het Shanti Korenfestival. Er werd enthousiast meegezongen en zelfs een dansje gewaagd. In het huis van Katoen en Nu was er een heuse Passar Malam. Met veel muziek en dans en verschillende kraampjes.